welkom in deze nieuwe weekvlog. Ik heb al een hele ochtend erop zitten waarin ik bij mijn zusje ben geweest en boodschappen ben gaan doen. En nu hebben we visite. Oké, dan maar doekjes, hè. Je weet dat het niet bloemkool is. Waar gaan jullie naartoe? Ik ga naar zwemmen. Ga je naar zwemmen? Veel plezier. Doei. Doei. Knuffel. Snel. Wow. Veel plezier. Goed luisteren naar de meester, hè? Ja. Doei. Doei. Ga papa er blijven. Eventjes. Oh, en wat ben jij maken, schat? Een vuurwerk. Oh, vuurwerk? Ja. Wauw. Met roos. Met roos erbij? Ja. Jee, leuk zo'n campingweekend. Oké, dit is wat ik dus ga doen. Maarten stuurt allemaal foto's door van zijn eerste zwemles. Ik ga zwemmen. Je hebt vast honger, dacht ik zo. Huh? Je hebt blauwe lipjes een beetje. Vertel eens hoe het was. Wat heb je geleerd? Huh? Nee. Een beetje, ja. Nee. Wat heb je geleerd, schat? Wat was het nu geleerd, papa? Ja, vertel eens wat je hebt geleerd. Nee, ik weet het niet meer. Weet je niet meer? Ga jou vertellen maar. Want jij zag het ook. Jij zag het, papa. Ja, ik kon het zien, ja. Een beetje kon ik het zien. Jij hebt geleerd om te springen in het water. Nee, ik kan niet. Dan moest ook zo de handen naar voren. Dat kon die al eigenlijk, hè? Onder water moesten jullie met eventjes één keer je hele hoofd onder water doen? Ja, nee, maar niet je hele hoofd. Gewoon wel even zo. Alleen niet je hele hoofd, alleen dit. En dat durfde je ook? Stoer, jongen. Hallo, het is dinsdagochtend. De kids zijn naar school in de peuterspeelzaal. Mothers is thuis. En, nou ja, we hadden tot nu toe een geheimpje, maar ik kon het niet meer verbergen. Dus ik ga het jullie nu vertellen. Dat logeergebeuren, wat we de hele tijd doen, wat we doen omdat we het super leuk vinden. Ik heb namelijk de hele tijd terug een vision board gemaakt. Op dat vision board heb ik dus ook logeren gezet, gewoon omdat ik het leuk vind om te doen. En nu doen we dat dus heel vaak. En een van de redenen dat we dat heel vaak doen is dat ons huis een Airbnb is. Ons huis staat op Airbnb. Ik laat nu wat beelden zien van wat er achter de schermen allemaal is gebeurd de afgelopen tijd. Nou, voor de geheime missie. Het feit dat wij een Airbnb zijn. En dus het weekend gaan logeren bij opa en oma. En morgen de allereerste gasten komen. Heb ik hier dozen gekocht. En dan gaan we onze privé spulletjes die hier en daar nog staan in die dozen op onze kamer zetten. Want die kamer gaat afgesloten worden. Alles wat open is. Even kijken, dat komt. Deze krat. Op het moment dat er dus hier gasten komen in onze Airbnb, moeten wij natuurlijk wegwezen. We gaan gezellig logeren bij opa en oma. En in de zomer zijn we van plan om dan gewoon lekker aan de caravan te gaan. Dat vinden we sowieso super leuk. En logeren vinden we ook heel leuk. Het is wel altijd nog afwachten hoe loopt het, hè? Hoe reageren de kids erop? Hoe vinden opa en oma dat? We hebben nog een paar andere adresjes waar we naartoe kunnen. Dus dat is even gewoon een kwestie van uitproberen. Dus ik ga nu onze eigen kleren, logeertassen klaarmaken, zeg maar. En dan de kasten verder leegruimen, zodat de gasten gewoon wat plankjes hebben om hun spullen neer te leggen. Pyjama. Voor Nicky een pyjama. T-shirt met een warm vest. Sokjes. Dit is niet minimalistisch, hè, deze la. Zo, dan denk ik dat ik één van die twee afsluit. En kleren erin laat. En die ander mogen ze dan gebruiken. De manden. Oep. Hier. En zo, die mand daar bovenin. Mandjes met speldjes nog daarin.
Kees, Kees. Dan ben ik hetzelfde. Zo, empty. Nou, onze laars nog even leegmaken en dan gaan onze handdoeken eruit. En dan heb ik hier een kist met allemaal nieuwe gewassen handdoeken. Doe je even iets halen uit de kast nog, Lea? Vandaag over een uurtje of twee verwelkomen wij onze allereerste gasten in onze Airbnb. Ik heb heel wat gepoetst en opgeruimd. En ik ben trots op het resultaat. Want ik heb het allemaal gedaan samen met Maarten. Ondanks dat ik me niet helemaal lekker voel. Dus ja, ik weet niet, daar ben ik niet zo trots op. Maar ik ben wel trots op het resultaat. Dus ik wil dat jullie even laten zien. We hebben één kamer die op slot is. Ja, die is al op slot, kan ik je niet laten zien. Dat is onze eigen slaapkamer. En die staat helemaal vol met ja, privé spulletjes. Ja, en we hopen dat de eerste gasten zich lekker thuis zullen voelen. Wij gaan nu lekker logeren bij opa en oma. En misschien vraag je af, waarom doen jullie dit? Nou, het is eigenlijk begonnen met een soort ja, test. Om te kijken hoe het ons bevalt om ons huis te verhuren. Voor het geval dat wij een keer langer of korter op vakantie of op reis zijn. Dus ja, vandaag is dus de eerste keer. Ik ben benieuwd. Nou, het logeren bij opa en oma zit erop. Het was echt super gezellig. Ook de kids vonden het echt... Ja, die waren gewoon helemaal in een goede bui. We sliepen op één kamer toen Nicky even wakker werd. Zo van, welterusten allemaal. Zo schattig. En gisteravond liedjes aan het zingen voor Lea om aan het slaap te brengen. Ja, was echt genieten. Dus opa en oma, heel erg bedankt. Maarten is aan naar huis met de kids. Ik ben de laatste spulletjes aan het pakken. En ik ga nu ook naar huis. En dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd wat onze allereerste gasten vonden van onze Airbnb. Ik heb tussendoor al wat appjes gekregen dat ze het super mooi vonden. En nou ja, kijken of ons huis nog staat. Voor de oplettende kijker, die heeft misschien soms in de achtergrond al wat dozen zien staan of zo. Maar ja, dat is dus wat wij doen. Ons huis is een Airbnb. Er zijn verschillende redenen voor. Onder andere om ja, goed eens uit te checken hoe we dat vinden als ons huis verhuurd wordt aan iemand anders. En nou ja, ook alvast om een stukje meer te kunnen ja, reizen. Of nou ja, op het moment dat je gaat reizen of logeren, dan is het gewoon twee vliegen in één klap. Als op hetzelfde moment mensen in ons huis zitten en wij daar een centje voor kunnen vangen. Dus nou ja, het feit is wel dat we logeren al leuk vonden hiervoor. En nu dat ook super leuk vinden. Maar het is ook soms een beetje stressvol. Zoals nu gaan we volgend weekend gaan we naar Centerparks. We hebben familieweekend. Super leuk. We leven eventjes uit dozen. Want er komen dus ook weer logees hier naartoe in onze Airbnb. En afgelopen weekend zijn hier ook logees geweest. Dus onze spullen zitten grotendeels in dozen of in de wasmachine of op onze slaapkamer. Want onze slaapkamer die sluiten we af. En ja, ik laat het jullie zien. Het is gewoon echt een puinzooi. Want ik moet nu weer gaan inpakken voor komend weekend. Maar onze spullen liggen overal nergens. Nou ben ik wel van de structuur, maar op de een of andere manier ja, is het me nu nog niet helemaal gelukt om... van afgelopen weekend tot volgend weekend een beetje structuur te krijgen. Dus ja, ik ga nou even kijken hoe ik in de chaos tassen kan inpakken, huis schoon kan krijgen enzovoort. Kijk, in deze dozen zitten spullen die we meenemen. Afgelopen weekend hebben we meegenomen in de caravan. Volgend weekend meenemen naar Centerparks. Maar ook spullen die van ons persoonlijk zijn, zoals eigen servies enzo, die we dan wegzetten gedurende het moment dat er mensen in ons huis zijn. Hier is de zoveelste ronde was. Hier zijn spullen die we gebruiken voor de gasten van de Airbnb. Beddengoed van de Airbnb dat aan het luchten is. Schoon
dekbed over trek van de Airbnb. En hier, dit is dus de enige kamer die wij op slot doen op het moment dat we weg zijn en hier mensen zijn. Ja, daar staan dus spullen zoals kleren van de kinderen die we op dat moment niet nodig hebben, speelgoed. Dus dit vind ik echt niet fijn, want daar is eigenlijk mijn werkplek. En hier liggen we dus 's avonds, dus het is ook fijn als je een beetje een romantische omgeving hebt. Dus ik denk niet dat het deze week lukt, maar we willen hier nog wel iets op verzinnen. En dat zal waarschijnlijk wel worden uitmesten en gewoon weer wat spulletjes weggooien of weggeven. Wel fijn om dit gewoon met jullie ook gewoon te kunnen delen en niet meer geheim te hoeven houden. Want ja, overal en nergens staat die rotzooi dus. En ik ben er gewoon ook, ja, er gaat gewoon ook veel tijd in zitten om dat goed voor te bereiden. De gasten die dat tot nu toe waren, hebben het enorm naar hun zin gehad. We zijn begonnen als een soort van testje. Zo van, weet je, laten we het huis gewoon eens erop gooien, mooie foto's maken en we zien wel. Nou, toen kregen we superveel aanmeldingen en hebben we dus meteen de prijs omhoog gegooid. Maar nog steeds krijgen we best wel veel aanmeldingen. Dus ja, om te voorkomen dat het nu nog meer booming wordt, of dat we echt ieder weekend weg zijn, of dat we dadelijk in de zomer iedere dag weg zijn, gaan we... Dan komt de buurman langs. Nee. Dus om te voorkomen dat het nog meer booming zal zijn en we dadelijk iedere dag bij wijze van het huis uit zijn, gaan we de prijs gewoon nog meer omhoog zetten om even iets meer structuur en rust in te kunnen bouwen. Dus, hoe weten jullie dat? Dit zijn de kleertjes voor Lea die al klaar liggen. Deze zijn voor Nick om mee te nemen en dit is onze zwemtas. Even de ramen dicht doen. Lampjes uit, dat spaart ook stroom en geld. En nu moet ik opschieten. Lea moet gehaald worden van de putterspeelzaal. Het is donderdagochtend. Ik heb gisteren volgens mij helemaal niet gevlogd. Ik ben druk bezig geweest met de kids en met het klaarmaken van de Airbnb. Want we krijgen vandaag weer gasten. Wij logeren bij opa en oma. Oma wordt morgen 60 jaar. En we gaan dat vieren met het hele gezin of met de hele familie in Centerparks. In Vossenmeren. Dus we logeren vannacht bij opa en oma en morgen gaan we dus met z'n allen naar Centrum.